De spuikleppen van de Afobakkadam in Brokopondo worden vanaf woensdag 2 maart 2022 geopend vanwege de hoge waterstand in het Stuwmeer. Het spuien zal over een langere periode met tussenpozen gebeuren. Staatsolie Power Company Suriname NV, SPCS, verzekert dat het spuien gecontroleerd zal gebeuren. Door de aanhoudende regens van de afgelopen maanden is het water in het Stuwmeer sneller dan normaal gestegen. Op dit moment is de waterstand 261 voet, ongeveer 79,5 meter. Het waterpeil mag niet verder dan 265 voet of 80,7 meter komen. Anders zullen de spuikleppen wijder moeten worden geopend dan nu het geval zal zijn. Het spuien zal met tussenpozen plaatsvinden om de effecten op de woon- en leefgebieden aan de benedenstroom van de Suriname rivier, dus gebieden onder het Stuwmeer, beheersbaar te houden. Bij het lozen zal rekening worden gehouden met het getij van de rivier. Het spuien zal afhankelijk van de regenbuien over een langere periode plaatsvinden. SPCS zal er alles aan doen om het lozen van overtollig water uit het Stuwmeer binnen controleerbare hoeveelheden te houden. De spuikleppen zijn voor het laatst van juni tot augustus 2021 open geweest.